Goedemorgen. Het is vandaag Hemelvaartdag. En papa en ik die gaan nu heel vroeg de stal in. Ja, iedereen die helpt natuurlijk mee om alle werk af te krijgen. Want dan kunnen we ook wat leuks doen. Maar je kunt niet tegen de varkens zeggen, nou red jullie zelf vandaag even. Want wij hebben een feestdag. Zo is het niet voor varkens. Want die moeten ook gewoon voeren en zo. En anders ligt het bedrijvendag stil. En dat kan natuurlijk niet. Dus ja, je moet er gewoon altijd bij zijn. En daarom staat iedereen nu vroeg op. Hier, daar komt er alweer een. Schattig toch? Kijk, deze die gaan nu naar de kraamafdeling om biggetjes te krijgen. En vandaag ga ik papa ook helpen met het scannen. En dan gaan we kijken wanneer ze daar naartoe kunnen. En dan gaan we kijken of het goed is gelukt. Of ze biggetjes hebben. En vanaf 20 dagen kan je zien of ze biggetjes hebben. Nou, dit moet natuurlijk ook gebeuren, hè. Want hier komen zo weer zeugen in. En het moet natuurlijk even lekker schoon en droog zijn. Nou, ik heb nu een zeug afgelezen. En hier kan ik zien dat hij 55 dagen dragend is. En dus nu kan papa hem bekijken. Want vanaf 20 dagen, dan kun je de vruchten ook zien. Nou kijk, hier ligt een hele dikke en ik zal even voor jullie aflezen, kijken hoe vandaag die is, maar dat hoeft eigenlijk natuurlijk niet, want die kan natuurlijk sowieso. Je krijgt dan weer bijna biggetjes. Nou, dit is een heel mooi getal. 101. Ja, dat is helemaal een skelet bij zitten. Zit er dit in? Ja. Nou, kijk hoe mooi rustig hier al die zeugen liggen. En wat papa had mij altijd verteld is dat het achteraan het rustigste is. Want daar liggen de langsdragende zeugen. Die liggen waarschijnlijk dus het liefst achterin. Maar kijk hoe mooi een plaatje dit is. En kijk, daar zie je er een paar grote stip liggen. Dan geven ze een stip als we ze gescand hebben. Want kijk, zoals die loopt hier dus bijvoorbeeld. Sommige blijven heel rustig liggen. Maar dan weet je dat je ze hebt gehad. Kijk. En bij de terra is het natuurlijk heel moeilijk om hem hier midden op zijn rug te doen. Dus doen we het op een witte streep. Maar we hebben ze nu eigenlijk allemaal al gehad. Dus nou, we zijn klaar met het scannen. Nou, de meeste zeugen die zijn normaal in conditie. Deze zeug ook. Maar wij scannen één keer in de 2 weken. En als we dat doen, dan kijken we ook gelijk of de zeugen er mooi uitzien. Of ze niet te dun of niet te dik zijn. En dan kun je ook hier instellen. Als ze een beetje te dik zijn, dan tik je op te dik. En dan weet de computer dat de zeugen iets minder voer moet krijgen. En als die te dun is, dan krijgt hij juist dus iets meer. En ja, dat is gewoon super fijn, want dan weet je ook dat je zeugen heel gezond zijn. En ze, volgens mij krijgen ze ook het beste wiggen als ze helemaal mooi in topconditie zijn. We zijn nu bijna klaar, het is 11 uur. Kijk, opa is bijna klaar. En dan gaan we straks lekker hemelvaart vieren. Daar heb ik heel erg zin in. Maar vanmiddag moet natuurlijk ook weggevoerd en gecontroleerd worden. Maar goed, ja, dieren die gaan gewoon voor. Of er nu feestdagen zijn of niet, ze moeten altijd gevoerd en gecontroleerd worden. Maar ja, we gaan nu lekker genieten. Doei!